kijken naar een nieuwe video. Vandaag is Snow bij de dierenarts. Nou, de dierenarts bij ons. Om Snowy te scannen van haar rug, want ze heeft heel last van haar rug. Gaat jullie meekijken als de dierenarts komt. De dierenarts is er al. En we hopen dat het niet zo erg is. Nu is Snow is helemaal niet gevoelig. Ik heb ze eens gehoord van 0 tot 0 tot 3 en 3 en dan piept die kruis van de pijp. Ik zeg niet bij op het moment dat ik hem ga manipuleren wat hij gaat doen. Hey, dat gaat niet meer in. Kunnen we eens een keertje laten lopen buiten? Ja. Oké, even op de andere hand. Ja, dit valt me niet tegen, Henk. Nou, mij ook niet. Als ik eerlijk ben. Snowy is een beetje irritant. Ze wil elke keer weglopen. En ze is bang voor het kaartje wat er nu aankomt. Nou, prikje. Oh. Snowy. Je moet de rugfoto's beginnen bij de helft. Zie je de halsregels? Die toerkale wervels zetten we erop en dan komen we bij de lendenen. We beginnen bij de eerste halswervel. Papa krijgt een mooi schotje aan. Er wordt nog zelfs die geritst. Wat een luxe. Het maakt me ook mooi slank. Ja. Zometeen gaan we ze bewerken, dus puur nog foto's, onbewerkte foto's in de ontwikkelmachine. Wij hebben ze in beeld kunnen krijgen. Foto's bewerken. Alle foto's worden zo neergezet dat hoofd links is in de zaal. Spiegelbeeld. We gaan allemaal even gauw spiegelen. Dus de tweede halswervel, overgang C2-C3, verzetgewicht netjes, tussenwervelschijf ziet er netjes uit. Maar zo gaan we de hele hals nalopen, C3, C4, C4, C5, allemaal netjes. 4, 5, dit zijn zijn verzetgewichten, heel mooi. Deze ziet er netjes uit. Goed, dan gaan we naar achter, gaan we naar de schoft en dan zie je echt precies onder het zadel zie je toch wel een gradatie van kissing spine, hè, dat die wervels, hier zit een vernauwing en hier raakt ze elkaar, zie je ietsje sclerosering, heeft hij dan één vernauwing, twee, drie, vier overgangen en dit is weer lumbaal lendenen, dat is goed, dus vier overgangen, wat vernauwing, onderkant spondyloos heeft hij niet, een mooie mooie wervels liggen mooi vrij. Dit zijn zijn tussenwervels. Ja. Hier kijk je door zijn longen heen. En dit is zijn middenrif. Hier. Infuus. Ik heb een medicatie in een infuus. Dat werkt een jaar. En we spuiten hem in. En voor de infuus zou je hem een beetje langs moeten brengen. Dat is een humaan medicijn. Je hebt osfos, tilbrem en zilidrinaat. En het humane werkt, ja, werkt echt vele malen sterker. Wat het doet. Dat
Dit is een PFAS-fanaat en dat legt de botstofwisseling stil. Waardoor de aanhechting, hier is vaak als er hier pijn zit, zijn de banden die aanhechten op het bot, die zijn pijnlijk. En dan legt dat infuus legt dat stil. Dus die pijnlijkheid wordt weggenomen en dat proces wordt stil zo ontgroenen. Dus het gaat niet verder? Het gaat niet verder. Dus het, oké. Okay. Werkt dan 12 maanden, het is combinatie. Okay. Nou, Snowy heeft dus hier... Hier heeft ze kissing spines. Niet ernstig, het is behandelbaar. Dus volgende week maandag gaat ze naar de kliniek. Dan gaan we dit laten inspuiten. En dan gaan we kijken of er behandeling aanslaat. Zodat ze gewoon weer onder het zadel breder kan worden. Het is natuurlijk geen must, maar dat heeft ze zelf ook wat minder last. Nu is ze nog aan het slapen, want ze heeft een verdoving gehad. Ik heb haar even vastgezet, zodat ze niet weg kan en niet kan eten. En nu moet ze lekker uitslapen. Ja, Snoei. Dus het wordt vervolgd. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren en doe nog even een blauw duimpje omhoog. Doei!